was zo groot als de tafel. Ja. Had hij de wortels en van de gras en alles opgevreten. Mm. En brand de brandwagen. Toen heb ik het mes genomen, de kop was gesneden. Ik vond het wel zo erg. Ja. Dat het beest zo verschrikkelijk pijn en armen moest hebben. En zo. En honger nog lijden, want dat is nog erger dan pijn. Dus hup, de kop eraf. Ja, later hebben we dat vaker gedaan. Ja. Dat was niet anders. Nee. Ook dat ene hol, ja, dat was wel een beetje riskant. Daar hebben we er een hol bij gemaakt aan helemaal het baggengat. En dat duurde nog wel eens een paar dagen, maar dan komen we ook weer niet terug. Want dan bleven we daar maar helemaal in dat hol liggen wat we al half klaar hadden op de dag. En s'nachts maar weer verder gaan. Ja. De twee dagen hebben we dat volgehouden, dus hebben we toch maar weer gaan eten. Want er was er toch een keer van wat eten. Ja. En nou ja, eerst vlees braden en dan stamppot. Alle dagen stamppot. Wat voor groenten dat we hadden, dat weet ik niet. Want we hadden maar een paar pannen. En je kan niet de hele nacht door blijven stoken. Dus het is eenmaal, want er is het ook iets mooi warm. Want in de grond. Het was wel een aardige ruimte van 2 meter zoveel, maar de warmte bleef te hangen onder de grond. Zo hebben we dat een poosje vol kunnen houden. Alleen vond ik het jammer dat we met hoge water weg moesten. Uiteindelijk, ik werd s'morgens vroeg werd ik wakker, want voor het donker. Voor het licht werd, moesten we plassen doen, allemaal. Uh-huh. Dus ik heb een plasje doen. Ik wou mijn klompen voelen. En die dreven het rond. Het is echt mijn jongens gewaarschuwd. Ik zeg, het is nattigheid hier zo, kijk eens. Ja, we moeten eruit. En toen zijn we dan weer, s'avonds te laat, zijn we hier naar het dorp Adder gegaan. En dat had Frits en Sammy weer gezegd. Ze zei, oh, we gaan naar ons huis toe. Dan kunnen we daar wel slapen. Maar goed, we komen daar zo. En zijn huis was achteraf. Mm-hmm. Maar de huis ervoor, daar gingen we in slapen. En dat was het huis van Gerrit Jansen. En aan de andere kant had Bakker Buister gezeten. Dus dat toen we weg moesten, een zadel maken van Baal. Maar in die werkplaats van Baal was die oven nog van Bakker Buis. De reis over en de bak over. Maar wat wil het geval? We zitten daar op een zondagmiddag, zitten we daar met z'n drieën, zitten we gezellig te praten en toen horen we de Duitsers aankomen. Dus we moesten gewoon maken dat we wegkomen om in de kelder te gaan van een van die twee huizen. En, maar dat kon niet meer, want boven die kwamen aan de achterkant kwamen ze binnen. Toen dook Theo onder in de reishoven, ik erachteraan en Frits daardoor. Komen naar met z'n drieën liggen. Een beetje rommelen voorgetrokken, we konden elkaar het hard horen kloppen. Zo heel bang waren we. Uh-huh. Uiteindelijk, die moffen die kwamen binnen, moesten paardentuig hebben. Want ze hadden er een paard aan wagen, maar voor de rest hadden ze geen auto vervoer of niks om het materiaal, wat de munitie en dergelijke dingen te vervoeren. Uiteindelijk, ze vonden natuurlijk niks anders dan kapot tuig en schelden op die moffen, schelden op die Hollanders. Uh-huh. Die zwijnhoenden hebben dat alles kapot gemaakt en noem maar op. Uiteindelijk gingen ze weg. En toen heb ik gezegd tegen de eindsamming, zeg, het is fout, we moeten weg. Zeg, we kunnen het niet volhouden. Zeg, we gaan evacueren. En toen zijn we besloten om s'avonds dan ook, met al de spullen wat we nog hadden en iedere bus met pekervlees op de kruiwagen, we hadden alle 3 kruiwagen vol, hup naar de stad toe. Oh. Hopende dat mijn broer nog op de Apeldoornse weg zat, in Moskou. Ja. Uiteindelijk, eer wij bij de Rijn waren, bij de steenoven van Paars, toen werd ik opgebracht naar de bof, naar de officier. En die vroeg waar we vandaan kwamen. Nou ja, we zeiden, we komen uit het Huissen en we willen evacueren. Nou, dat was richtig. En toen zegt hij, ja, maar het pontje was kapot. Als het pontje klaar was, dan mochten we mee overvaren.
Om 11:30, 12:00 ongeveer was het potje klaar. Maar voor die tijd zagen we al die jonge Duitsers rondlopen met een flesje aaien. Hooguit 16, 17 jaar. En allemaal was zingen van vier vader tegen Engeland. En ze dronken maar. Uiteindelijk, ja goed, we mochten overvaren. Toen werd er geadviseerd om bij het botenplein te gaan raadplegen waar we naartoe konden gaan. Dat hebben we niet gedaan. We zijn met dwars door de stad heen gelopen richting de Apeldoornseweg. En dan weet je niet wat je overkomt. Een verlaten stad. Dat is maar zo luguber. Allemaal bergen met puin. De gordijnen van al die winkels die wapperden van alle kanten. En in de verte hoor je elke keer die granaten slagen. Dat was echt heel erg luguber. Eer we op een Velpenplein waren we dan kort bij de Apeldoornseweg. Uiteindelijk ja, moesten ze naar boven. Toen waren we bij het viaductje ongeveer. Toen zeg ik tegen die twee, als ik nog een lichtje zie branden in het donker, dan is Jan er nog. En zie ik geen lichtje, ja, waar moeten we dan naartoe? Mm-hmm. Helemaal naar Apeldoorn lopen midden in de nacht. Dat ze met een kruiwagen, dat was ook wat. Uiteindelijk, ja, voorbij, denk ik 50, 60 meter voorbij het viaductje. Ik zeg, hé, ik zie een lichtje branden. Uiteindelijk, hoe korter bij kwamen, ja, dan komen we echt door de kieren heen van de vensters, komen de belichtjes in branden. En hoe was het weer zien met je broer? Want je ouders waren er ook, ja, hè? Het is Jan, ze kloppen aan de deur. Ja. En Jan doet zelf open. Rien, wat kom jij vandaan? Ja, ik zeg. En dat hoort mijn moeder. En die vliegt om me heen. Rien, en je leeft nog, en je leeft nog. Ik zeg, ja, ik zeg, ik ben er nog. Ze had steeds gevraagd aan alle mensen die evacuatie ging evacueren naar Apeldoorn. Of ze wat van mij hadden gehoord of gezien. En de een die wist het zo te vertellen. Ik was krijgsgevangen gemaakt. En de ander die wist te vertellen, ik was gewond. En de derde maakte het nog bruiner. Ik was al overleden. Mm-hmm. En dan sta je daar een ene keer voor je moeder. Toen begreep ik ook dat mijn moeder me zwaar bedroefd had gemaakt door achter te blijven. Maar gedane zaken neem ik geen keer, maar... Dan, toen zijn s'avonds gewoon naar buiten gegaan, of midden in de nacht. En de andere dag heb ik het hele relaas verteld. Ook dat de woning verbrand was en dat ik het allemaal gezien heb. En al die dingen meer. En na een paar dagen, hebben we dat vlees gerookt. En toen heb ik me geschoren, want ik had een baard van een week of 6, 7. Uiteindelijk, ja, na een dag of 3, 4... kregen we de woning toegewezen op Schaarsbergen, Villa Holiday. We werden naar hun officier gebracht. Het was in de omgeving van de Jozef Israëlaan, vergeet het nooit. En uiteindelijk, of ik nou al vertelde dat ik erop uitgestuurd was door het Duitse Rode Kruis, dat geloofden ze niet. En al die dingen meer, konden tegen de muur opgestaan. Uiteindelijk. Krijg ik ze zover dat hij belt naar het Rode Kruis. En hij krijgt aansluiting. En toen hoorde ik het verhaal. Binnen het uur niet opgehaald werd, werden we doodgeschoten. En dan sta je daar. Maar ik maakte me daar nog niet zo erg zenuwachtig over. Uiteindelijk, de gedachte ging, het Duitse Rode Kruis is net zoals het Hollandse Rode Kruis, moet mensen redden. Mm-hmm. Dus ik zal ook wel gered worden. En inderdaad, na 20 minuten kwam er een Duitse soldaat. De naam heette Stevens. Ik ken het, de naam weet ik nog. Uiteindelijk, die komt die luiten abholen. Nou, toen mochten we mee. En toen we buiten waren, toen zei Stevens tegen mij, als je niet opgehaald hadden, was je onherroepelijk doodgeschoten. En de Duitsers wonen natuurlijk ten opzichte van heel Nederland heel correct wezen. Ook de plunders, of de Hollands was, de zwaarste straffen. En dat hebben ze dan zullen uitvoeren. Maar gelukkig, Steven die hebben ons opgehaald en zodoende.
zijn we de andere dag zijn we niet meer gegaan. En hiermee wil ik bewijzen dat ook wat al die tijd na de bevrijding is gezegd, dat de geitenkampers geplunderd hebben, dat zouden ze de enkele, dat zouden de enkele wel gedaan hebben, in opdracht van de TOT. Ik heb dat gezien, ik heb het zelf voor de Duitse Rode Kruis moeten doen, dus ik kan aantonen dat al deze geitenkampers die dit hebben moeten doen, zeer onschuldig te werk zijn gegaan. Hiermee wil ik de zaak recht trekken. En voor de rest, nou ja, dan praten we gewoon weer verder over de geitenkamp. Zoals het in alle ernst is gebeurd, met alle slachtoffers en alle gevallen van dien, alle granatenslagen, dag in dag uit. Het was soms zo hevig, dat je eigenlijk geen stap verder durfde te zetten, want er lag je ergens verscholen achter een dikke boom of wat dan ook. Of een muurtje wat te laag was, kan niet schelen. Om te wachten tot het weer afgelopen was. Was het afgelopen? Ja, dan ging je weer verder. En dat heb ik al die tijd volgehouden. Achteraf, dan denk ik heel vaak, ik heb aan allebei de schouwers wel een paar enkele bewaardjes gehad, want uiteindelijk, ik kon rustig doorlopen en alles doen zonder geraakt te worden door scherven of ze hele granaten zelf. Terwijl een broer van me staat in de deurgat eventjes luchtje te scheppen, wordt geraakt in de elleboog met een scherfje, wat hij later mooi in verliedenis mee geworden. En dan wil ik maar aantonen dat ik dag en nacht vrij rondloop en niks bekeren. En hij staat eventjes een luchtje te scheppen en het is raak. En zo ging dat ook met de slachtoffers. Al de slachtoffers die ik opgehaald heb, die zijn allemaal op straat geweest, omdat ze daar of naar de schuilkelder wilden gaan, of naar buren wilden gaan om beschutting en troost te zoeken vanwege het hevige granaatvuur wat er al die dagen wel weer doorkwam. Het was een zee van vuur en we knallen. Geen wonder dat de slachtoffers, waarvan armen er, benen eraf, noem maar op, zwaar gewond was. Dat duurde te lang eer wij helemaal van de Spervenstraat, Reestraat, Schuttenbergweg, noem maar op, Breukelaan, daar met een brancard moesten lopen naar het noodziekenhuisje aan de Roosendaalseweg bij de Jozefkerk. Dat duurde soms anderhalf tot twee uur. En dat was te laat om de mensen misschien nog te kunnen redden. Hoewel het van de 10 gevallen wel 9 was, dat het bijna onmogelijk was. Maar wel hoor je onder, zolang als je aan het lopen was van boven naar beneden, help me toch, help me toch, help me toch. En die noodkreten, die klinken me nog steeds door. Dat vergeet ik ook nooit meer. Ik zie die beelden allemaal, de angst in hun ogen, zo verschrikkelijk. Je zou willen dat er een klein monumentje voor kwam, ja, voor de slachtoffers van de oorlog, gewoon wie dan ook, ja, of van de geitenkamp. Dat zijn de echte slachtoffers van de geitenkamp 26. En uiteindelijk hoop ik dat het wat me toegezegd is van de week, door het wijkplatform van de Geitenkamp. Het monument komt. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om het monument te realiseren. En dat zal ook gedaan worden door een kunstenaar uit de Geitenkamp. En hoe dat eruit gaat zien, weet ik niet, maar het maakt me niet uit. De plaats waar het monument komt, heb ik persoonlijk aangewezen. En dat is de nabijheid van het plantsoen onderaan de Pearsonstraat, waar de slachtoffers tijdelijk hun rustplaats vonden. Tegenover de Witte School en de andere school. De Witte School is er nog. De andere school is afgebroken. Er zijn
bejaardenwoningen terechtgekomen. Ja. Daar in de nabijheid komt het monument te staan. En ga je dat zelf nog meemaken, Rien? Dat hoop ik mee te maken. En ik hoop nog dat het zover is dat het, als het even kan, nog van dit jaar, al is het eind van het jaar, dat het geopend gaat worden. En dat is mijn laatste wens. Dan heb ik mijn taak volbracht. Ik heb al die jaren heb ik geleefd met de gedachte van, ik, al die slachtoffers heb ik niet kunnen doen wat ik had willen doen. Redden, dat gaat niet, maar dan een rustplaats geven waar ze op een waardige manier herdacht konden worden. En dat herdenken is na 66 jaar eindelijk waarheid geworden. En daar ben ik heel erg blij mee. Want hoe oud ben je nou zelf? Ja. Hoe oud was je? 24. April. Ik ben nog een jonge knaap. Ben een jonge toen was je 24 en nu ben je? Ik ben er nu 91. Ja, dat ga je wel redden. 91.